Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor woensdag 6 maart. We gaan kijken wat eruit mag komen en ik heb een heel mooi nieuw deck. Het helende engelenorakelkaartendek. Gekregen van een trouwe kijker en iemand die regelmatig ook persoonlijke readingen heeft aangevraagd. En ik ben er heel erg blij mee. Hele mooie kaarten. En dit is het boekje wat erbij hoort. Een heel mooi hart gekregen en een klavertje 4 voor geluk. Dus ik heb ze hier liggen en Jennifer, nogmaals heel erg bedankt. Ik heb de kaarten voorgeschud. Ik heb gisteren natuurlijk meteen ook voor mezelf een kaartje getrokken. En ook voor jullie vandaag bij deze engelenboodschap beginnen we met de helende engelen orakel. En de kaart die er voor jullie tevoorschijn is gekomen is de kaart woorden. Nummer 5. Dus ik ga de boodschap er voor jullie bij nemen. Universum, wat is de boodschap met deze kaart woorden voor woensdag 6 maart? Wees je bewust van wat je zegt. Met ieder woord kun je iets liefdevols overbrengen. Woorden kunnen diep kwetsen of troosten. Ze boren zich als een pijlen in een aura of ze strelen onze ziel. Woorden kunnen genezen wanneer ze op het juiste moment worden gezegd en een ander inspireren. Heb jij iets wat je benauwt, iets wat je iemand graag wil zeggen, doe het nu. Maar wees er zeker van dat je de juiste toon treft, je niet irriteert, maar bereid bent om het conflict op te lossen. Kies de juiste woorden. Een wandeling in de natuur nodigt de engel uit om een stukje met je mee te gaan. Engelen houden van harmonie en ze willen alles doen om je te helpen. Ze geven vleugels aan je woorden. Dus voor morgen, woensdag, kan het belangrijk zijn om inderdaad op te letten, je bewust ervan te zijn hoe je een bepaalde boodschap overbrengt. En voor sommigen kan het iets zijn waar je al langere tijd mee struggelt, over na te denken bent. Van ja, ik moet iets tegen die persoon zeggen of ik moet iets van mijn lever, noem maar op. Het kan iets zijn waar je al een tijdje over nadenkt. Zorg dat je inderdaad het niet doet op het moment dat de irritatie hoog is, maar ja, kies je woorden zorgvuldig. We hebben onder op het dek van het eerste tarotdek de zwaarde 7. Daaronder ligt de keizerin. En de zwaarde 9. Sowieso heeft het te maken met je heel veel zorgen maken. Die zwaarde 7, ik heb het gevoel met de zwaarde 7 en de zwaarde 9... Het heeft te maken met een bepaalde persoon of een situatie. Het kan te maken hebben met een moederfiguur voor sommigen van jullie. Maar het kan ook te maken hebben met dingen waar je over na te denken bent. Die te maken hebben met je eigen gezondheid, je eigen groei, je eigen ontwikkeling. Keuzes maken die goed voor je zijn. Er is iets waar je 's nachts misschien wakker van ligt. Met die zwaarde 7 onder op het dek. Het kan ook te maken hebben met bepaalde personen die niet helemaal eerlijk zijn, die zwaarde 7. Maar het is ook een kaart van eerlijk zijn naar jezelf toe, universum. Wat is de boodschap voor woensdag? Woensdag 6 maart 2024. Woensdag 6 maart 2024. Woensdag 6 maart 2024, universum. Wat is de boodschap? 3 kaarten, alstublieft. En ik vraag om 3 kaarten. We hebben hier... 6 kaarten. Ik stop ze even terug. Ik zie de magier, de pentakels 10, de koning van staven, de dwaas, gerechtigheid, aas van staven en de zwaarde 10. Het kan zijn dat je zelf het sterrenbeeld tweeling, boogschutter, ram, weegschaal hebt. Of je hebt te maken met iemand, of je krijgt morgen met iemand te maken.
met een van deze sterrenbeelden. Ik zie een hele sterke energie van dingen manifesteren, actie willen ondernemen, iets nieuws uitproberen, een soort van ja, risico nemen en daarin beslissingen nemen. Maar we gaan het zien. Drie kaarten voel ik in diverse. Drie kaarten voor woensdag 6 maart 2024. Drie kaarten. Wat mogen we verwachten? Wat is de energie voor woensdag? Woensdag 6 maart. Woensdag 6 maart. En het duurt even voordat de kaarten... Ja, weer veel te veel. Woensdag 6 maart. Drie kaarten alsjeblieft, universum. Drie kaarten. Ja, dank u wel. We hebben maagdenergie met de kluizenaar. Wat mogen we nog meer ontvangen? Woensdag 6 maart, universum. Ja, en de gerechtigheid en de dwaas die ook net de eerste keer naar buiten kwamen. En we hebben dus drie grote arcana kaarten. Maagdenergie met de kluizenaar. Weegschaalenergie met de gerechtigheid. En we hebben ramenergie met de dwaas. Grote arcana kaarten staan ook voor grote veranderingen die daar plaatsvinden. Wauw, onder op het dek nog een grote arcana kaart, de wereld. Een voltooiing. Een succes behalen. Klaar zijn voor het volgende nieuwe hoofdstuk in je leven met deze wereldkaart. Er kan iets gebeuren wat echt een keerpunt is met die wereldkaart. Het begin van iets nieuws, ook met de dwaas. Het kan iets zijn wat van binnenuit komt met die kluizenaar. Iemand die zich terugtrekt, iemand die nadenkt. Ja... Naar zijn innerlijke wijsheid luistert. Een innerlijk licht schijnen. En op die manier inderdaad bewustwording met die gerechtigheid kaart. Het kan te maken hebben met situaties die letterlijk met gerechtigheid of met gelijkwaardigheid te maken hebben. Met balans te maken hebben. Weegschaal energie. En ze draagt ook een weegschaal. Maar dit is iemand die de situatie kristalhelder ziet. Met de gerechtigheid kaart. Het is tijd voor die nieuwe start. Die sprong te wagen. En je hebt misschien het gevoel van... Ja, ik ben me er nog niet helemaal zeker van. Ik heb nog meer informatie nodig. Met die schildknaap van zwaarden. Die we hieronder op het dek zien. We hebben de duivelenergie. Een kaart van controle willen blijven houden. Niet op willen geven met de staven 9 onder op het dek. Maar ook kun je een bepaald gevoel hebben of angsten, onzekerheid hebben over een situatie. Zeker met die duivel en de staven 9. Je vertrouwt iets niet, je bent onzeker, er is een bepaalde angst. Of je hebt bij een bepaalde persoon een soort van ja, gevoel dat er iets niet klopt met die duivelkaart. We gaan het zien. Waarom ligt hier de wereldkaart voor woensdag 6 maart? Wauw. Vier grote arcane kaarten en twee azen komen nou tevoorschijn. De aas van kelken en de aas van zwaarden. Emoties, je geluk, blijdschap met die kelkenaas. Iets wat je, ja, dat zijn dingen die je aangereikt worden. De aas van zwaarden is ook een doorbraak. Is een soort van helderheid krijgen, een waarheid zien. Het kan letterlijk te maken hebben met communicatie die iets helder maakt. Met die schildknaap van zwaarden die we net ook zagen. Het kan iemand zijn die zijn kelk aanbiedt. Iets waardoor je een andere situatie achter je kunt laten. Wauw, ja. En hier ligt hij weer. Dus deze twee kaarten verklaren de wereld. En onder op het dek ligt ook weer hier de wereld. Bepaalde lasten die je tot nu toe hebt meegedragen, daar komt een einde aan. En die lasten kunnen te maken hebben met je werksituatie, met je privésituatie,
verantwoordelijkheden dragen, veel uren werken, bepaalde spanningen die je met je meedraagt, die te maken hebben met een relatie. Er komt positieve vooruitgang, zagen we ook al in de weekreading. Waarom ligt hier de kluizenaar? De kluizenaar is ook een kaart van iemand die zich terugtrekt. Iemand die zich wat afsluit van de omgeving om te reflecteren, om na te denken. Waarom ligt hier de kluizenaar? Ik heb ook het gevoel dat je jezelf misschien bent gaan verdiepen of gaat verdiepen. Nog eerst, voordat je die sprong waagt met de dwaas. Omdat je voor jezelf een soort van helderheid, zekerheid wil hebben, balans wil hebben. Alvorens in het diepe te springen, een nieuwe start te maken. Je terugtrekken en met de schildknaap van zwaarden inderdaad meer informatie krijgen. Zodat die onzekerheid als het ware wat weggenomen wordt. Waarom ligt hier de kluizenaar? Waarom ligt hier de kluizenaar? Die energieën met de kluizenaar en de schildknaap van zwaarden kunnen ook te maken hebben met iemand die je in de gaten houdt. Dat kan met die wereldkaart die we hier hebben via social media. Het kan zijn dat jij iemand in de gaten houdt of iemand anders houdt jou in de gaten. Gerechtigheid zie ik weer onder op het dek. Met de wereldkaart hebben we stier, leeuw, waterman, schorpioen energie. Waarom ligt hier de kluizenaar universum? Waarom ligt hier de kluizenaar? De zwaarde 9. Ja, dat is iets waar je zorgen over maakt. Iets wat je bezighoudt 's nachts. Iets wat je uit je slaap houdt. Onder op het dek heb ik een toren. Dus dat is dat plotselinge inzicht of iets wat er gaat gebeuren, waardoor je het gevoel hebt, mijn wereld zal zo drastisch veranderen met de toren. Want dit is echt een turning point, een kruispunt. Dus er staat op het punt iets te veranderen wat echt je hele leven zal veranderen, heb ik het gevoel, met die wereldkaart en met de toren. En het leidt tot geluk met die kelkenaas. En het komt onverwachts. Waarom ligt hier de kluizenaar, universum? De kluizenaar. Je kunt ook het gevoel hebben dat een bepaalde fase in je leven, een periode waarin je, dat kan een periode zijn van 10, 20 jaar, iets wat nu eindelijk gaat veranderen of waar je zelf ook de actie in gaat ondernemen om die veranderingen aan te brengen. Waarom ligt hier de kluizenaar? Iets waarvan je voelt, dus nu, ik heb zoveel jaren in een bepaalde situatie ben ik door blijven gaan en dat is nu. Dat keerpunt, dat alles 180 graden gaat draaien. De kluizenaar. De kluizenaar universum. Waarom ligt die kluizenaar hier? Voor woensdag 6 maart. Woensdag 6 maart. De kluizenaar. Wauw, dus we hebben die zwaarde 9 en nu de staven 9. Ja, dat is echt iets wat je fysiek, maar ook mentaal uitgeput heeft. Waarom ligt hier de gerechtigheid, universum? De staven 9 is ook iemand die zijn muur omhoog heeft. Het niet vertrouwt. Constant alert moet zijn. Wat heel uitputtend is. Constant op moet letten. Op moet passen. Op eieren lopen.
kon te maken hebben met een situatie waarin er geen gelijkwaardigheid is. Ik zag die keizer naar voren komen. Dat kan iemand zijn die heel het altijd wil op zijn manier, maar iemand die ook als het ware een bepaalde mate van respect krijgt. Iemand die de koning der koningen eigenlijk. Iemand in wie alle koningen samenkomen. Dat kan een vaderfiguur zijn. Dus het kan ook een partner zijn. We hadden net de keizerin. We hadden de keizer. En zag ik net onder op het dek voorbij komen. Het kan een leidinggevende zijn op het werk. In ieder geval een situatie waarbij je het gevoel hebt op eieren te moeten lopen. Of je niet te kunnen uiten zoals je dat graag wil. Niet voor je mening durven uitkomen. Voor de gerechtigheid hebben we de koning van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen energie. Waarom ligt hier de gerechtigheid? De staven 8. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met iemand die gaat communiceren naar je toe, met die staven 8. Het kan een schorpioen, kreeft, vissen zijn. Het kan iemand zijn in je vriendenkring. Iemand met inderdaad een van deze sterrenbeelden of waterenergie. En dit is normaliter iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Iemand die heel behulpzaam is, begripvol is. Maar iemand die zijn emoties niet direct laat zien, maar wel normaliter de juiste intenties heeft. Iemand die heel veel liefde ook te geven heeft. Zelf al veel heeft meegemaakt op emotioneel gebied. En weer die toren. De kelken 8. En de pentakels 4. Dus dit zijn kaarten van afstand nemen. Het kan te maken hebben met een persoon waar jij in je omgeving, een relatie, familielid, een vriendschap, een collega. Iets waarbij jij bij iemand wat gereserveerd is. Pentakels 4 is ook weer een kaart van terughoudendheid, niet geven in een situatie, emoties voor zich houden of fysiek niet willen geven. En ik zie hier dat er door jullie een soort van helderheid kan komen, een beslissing gemaakt kan worden om inderdaad iets achter te laten met die kelken 8. Je wil vooruit. En je volgt daarin je hart, je gevoel. Waarom ligt hier de dwaas? Waarom ligt hier de dwaas, universum? Als de dwaas. Ja, dit heeft echt te maken met een heel nieuw begin. Kijk, die wereldkaart is kaart nummer 21. Het is de laatste kaart. Dus de reis begint bij die dwaas. Dit is iemand die een hele vrije spirit, heel optimistisch, heeft nog niets meegemaakt. Die hele reis tot aan de wereld ligt voor de dwaas nog open. Hij gaat alles nog doormaken. Met de kluizenaar hier als eerste kaart heb ik het gevoel, en die staven 9 eronder, de zwaarden 9 eronder, dat je al een hele reis hebt meegemaakt. Jouw reis heeft je wijs gemaakt. Waarom ligt hier die dwaas, universum?
Psalmen 7. Ergens voor staan, ja, heel veel daadkracht, wilskracht, bereid zijn om ergens voor te vechten. Ondanks alles of iedereen die tegen je is, toch inderdaad je grenzen aangeven, ja, wilskracht. Dit is ook een kaart van jezelf beschermen. Dit is ook een kaart van anders zijn als anderen met die staven 7. En ondanks het gedrag wat iemand ten opzichte van je heeft, of je kunt te maken hebben met iemand die bijvoorbeeld wat denigrerend spreekt. Iemand die echt de controle in handen heeft. Het wil op zijn manier met die keizer die ik zag. En dit is iets waar je nu misschien tegen gaat afzetten met die dwaas. Wat je wel inderdaad op een hele nette manier eigenlijk, met die koning van kelken en de staven 8, op een hele nette manier gaat overbrengen. Die communicatie die kan van jou uitkomen, nadat je over dingen hebt nagedacht. En voor jezelf die helderheid hebt gekregen, dus tijd voor een nieuwe start. Het is tijd voor een nieuwe cyclus, iets wat me gelukkig maakt. En ja, het kan te maken hebben met werk, pentakels 8. Maar ook inderdaad je tijd en energie in iets stoppen wat je voldoening geeft of waar je passie door krijgt. Een nieuwe spark, nieuwe creatieve ideeën, spontaan actie ondernemen, een nieuw avontuur aangaan. Het heeft te maken met beslissingen daarover nemen. En inderdaad, teleurstellingen, pijn, verdriet, dingen die er gebeurd zijn uit het verleden. Heel helder zien. De feiten voor jezelf op een rij zetten. En inderdaad veranderingen aanbrengen. Assertief zijn. Want dat is ook een kaart van assertief zijn, die gerechtigheid. Om zo de balans voor jezelf te herstellen. Voor sommige mensen in je omgeving kan dit zorgen voor een torenmoment. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? De zegenwagen. Ja, ook weer vastberaden, vastbesloten. Iemand die de controle neemt en volle vaart vooruit gaat, niet meer te stoppen is. En dit is ook, heeft ook te maken met balans. Een zwarte sphinx, een witte sphinx, die beide in dezelfde richting moeten gaan. Maar dit is echt, ja, ook moed. Het heeft te maken met moedig zijn. En dan zag ik weer die zwaarde 7 hieronder op het dek. Dus het heeft ook te maken met eerlijk zijn naar jezelf. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? De aas van zwaarden, universum. Van zwaarde kan ook te maken hebben met een waarheid. De waarheid die aan het licht komt. De waarheid die gesproken wordt. Een keuze die gemaakt wordt met de gerechtigheid. Waarover je communicatie krijgt van een koning van kelken. En het kan iets zijn waar je zorgen over hebt gemaakt. Waarom ligt hier de aas van zwaarde? Maar dan heb ik het gevoel, er komt plotseling, op het moment dat je het niet verwacht, een succesvolle voltooiing voor je. Iets wat je weer vrijheid geeft.
met de dwaas. Dit is een kaart van vrijheid voelen. Vrij zijn, ja. Een hele vrije spirit. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Het kan ook iemand zijn die nogal naïef is. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Aas van zwaarden. De hoge priesteres. Dus iemand volgt inderdaad zijn intuïtie. Met die kluizenaar. Soul searching. Ook de hoge priesteres. Iemand die, ja, downloads krijgt. Iemand die vertrouwt op haar intuïtie, op haar gevoel. Iemand die de antwoorden weet. Dus je weet wat je te doen staat. En dit heeft te maken met een zegen willen behalen, succes willen behalen. Je bestemming bereiken. Het pad volgen, je pad volgen. Datgene wat je voldoening geeft. Waarom ligt hier die kelk en aas? Staven 3. Ja, voor sommigen van jullie hoop je op een goed bericht. Je hoopt dat er goed bericht gaat komen. Dat kan te maken hebben met iets wettelijks. Of met situaties die in de weegschaal liggen waar je je zorgen over maakt met die zwaarde 9. Je hoopt op goed bericht, communicatie, en die gaat er dus komen. Van die koning van kelken. Ja, je weet op dit moment niet wat je moet denken over een situatie. En ik heb het gevoel dat er bepaalde angsten zijn. Of onzekerheid. Een negatief denken. Het is iets wat je niet ziet. Iets wat nog mysterieus is. Een antwoord wat je nog moet krijgen. En dat zagen we ook. Er komt goed nieuws, hebben we gezien. In die weekreading. Of in de reading voor de komende 48 uur. En ik heb het gevoel dat het goede nieuws gaat komen. Wie is die koning van kelken? Ook met de staven 3. Dit is iemand die wacht. Iemand die naar de horizon kijkt, een visie heeft, plannen maakt voor de lange termijn. Maar nog geduldig moet zijn voordat zijn succes eraan komt, voordat zijn schepen binnenkomen. En van de staven 3 ga je natuurlijk naar die staven 4. En dat is inderdaad daadwerkelijk die volgende stap kunnen zetten. En dat is waar je op aan het wachten bent. En ik heb het gevoel dat het groen licht, zo zie ik het, gaat komen. Waarom ligt hier... En dit is iets waar je nu nog in jezelf over bezig bent. Maar dit is wel iets wat ook je energie leegzuigt. Het zorgen maken, stress hebben, iets niet vertrouwen, in onzekerheid zetten. Maar daar gaat dus communicatie over komen. We hebben voor die koning van kelken de kelken 5. Waarom ligt hier de koning van kelken? Waarom ligt hier die koning van kelken? Het kan ook zo zijn voor sommigen van jullie als het gaat om een relatie. Iets wat niet in balans was. Want we zien de staven 9, we zagen de staven 10, de zwaarde 9. Iemand maakt zich zorgen. Dat kan een andere persoon zijn. Vriendschap, liefde, noem maar op. Iemand die graag balans wil brengen in die situatie. En het kan ook een schorpioen, kreeft, vissen zijn. Iemand ziet jou misschien als een gemiste kans. Of iemand heeft spijt ergens van. Voelt zich daar niet lekker over en wil het uitpraten. Komt met communicatie. En dan is het inderdaad ook heel belangrijk. Hoe is je reactie met die kaart woorden? Het kan ook iemand zijn die bepaalde woorden heeft gezegd die je diep hebben geraakt.
En dat kan iemand zijn die daar nou op terugkomt. Iemand die erkent dat hij zich heeft gedragen als een dwaas. En toch nog op een bepaalde manier jullie connectie wil beschermen. Iemand heeft spijt ergens van en het zit hem of haar niet lekker. En er kan afstand zijn tussen jullie beiden met die staven 3 met de kluizenaar. Je hebt je misschien teruggetrokken van deze persoon. Maar deze persoon voelt zich als het ware, ja, op een bepaalde manier verplicht om helderheid te geven, om weer balans te brengen of om eerlijk te zijn. Waarom ligt hier die koning van kelken? Met de zwaarde 7 die we zagen en de hoge priesteres kan het ook iemand zijn die geheimen voor je heeft gehouden. Iemand die iets achter je rug om heeft gedaan en daar nou ja, echt spijt van heeft. En dit is iemand die wel ja, liefde voor je voelt. Een geliefde. Waarom ligt hier die koning van kelken? De magier. Iemand is niet helemaal eerlijk geweest. Heeft dingen achtergehouden. En wil nu inderdaad beginnen met een clean slate. Die fool die heeft geen bagage bij zich. Dus dit kan ook iemand zijn die je misschien onlangs hebt leren kennen. Iemand die niet helemaal eerlijk is geweest. En iemand die nou denkt van ja, ik moet dit echt opbiechten. Want ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Op die manier wil ik niet in deze connectie stappen of niet gaan beginnen. We hebben de staven 4. En ook als jij diegene bent, dan kan het belangrijk zijn hoe je bepaalde ja, dingen vertelt of zegt. Ook met die magier, tweelingenergie, is de manier van communiceren heel erg belangrijk. Jij kunt het gevoel hebben als het een ander is die niet helemaal eerlijk is geweest ten opzichte van jou. Dat dit iemand is die spelletjes speelt. Iemand is die je niet kan vertrouwen. Iets baarde je zorgen. Je had misschien al een voorgevoel dat er iets niet klopt. Maar de staven 4, het is iemand die wel de volgende stap gaat zetten. En de staven 4 is een kaart van harmonie, tevredenheid. En beginnen met een schone lei, zodat we van daaruit verder kunnen bouwen. Het kan een familielid zijn. Maar het is iemand die wat te zeggen heeft. Ja, iemand die wat kwijt moet. Omdat hij of zij daar ja, constant mee bezig is. Aan het denken is, aan het herhalen is. Niet wil opgeven op deze connectie. Ja, en ook een relatie naar een volgend level wil tillen. Of op goede voet blijven verder gaan, blijven doorgaan. Dus dan is het nodig dat er ja, iemand zijn hart lucht. Iemand waarheid, met de waarheid komt. Iemand die ja, iets te vertellen heeft. Waardoor je inderdaad met die wereld iets voltooit. En een nieuwe start kunt maken met de dwaas. Er is eerst balans, gerechtigheid nodig. Ja, en die persoon die dus aan het nadenken is, daarover zich zorgen aan het maken is. Dit is iemand die zal gaan communiceren. Dus kijk hoe het resoneert voor je. Als het resoneert, geef de video een like. Abonneer je, mocht je dat leuk vinden. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. Dag!